Dan hebben we dus het thema van wat destijds Willy Alfredo deed. Dat is van 70 jaar geleden. Ja, precies. Tot 60 plus 70 jaar geleden. Ja, is dan, precies. Willy Alfredo. Maar Willy Alfredo die hield in zijn voorstelling en die zei dus tegen zichzelf van roept u maar. Oh ja, roept u maar. En iedereen mocht dus iets roepen. En dan pikte hij daar één thema uit en op dat thema ging hij dus snel dichtmaken. Ja. En dat deed hij op zijn eigen hele speciale manier. En door de bank genomen eindigde dat met van. Maar we zitten hier tevreden en wij zitten hier oké. Okay. Ja. Dat hebben wij geprobeerd uit te houden. Ja. Wij doen dus een poging om Willy Alfredo te evenaren. Dat zal niet altijd lukken, maar wij vinden zelf dat we al best gedaan hebben. Ik zal dus het spits afbijten. En ik begin dus met. Het is vandaag een feestdag, dat zien we allemaal. We zitten met z'n allen in deze fraaie zaal. Het is het feest van Bea, die werd al 60 jaar. En ook van Wim, die heeft de 70 al voor elkaar. Dan zijn we in augustus ook al 40 jaar getrouwd. En hebben in die tijd toch wel wat aardigs opgebouwd. Veel halen deze jaren niet, die maken het niet mee. Maar. Wij zitten hier gezellig. Ja. Ja. Wij spelen dadelijk het spelletje roept u maar iets geks. Ik rijm op uw suggestie, dan een snelle, spitse tekst. Het is dus roept u maar en dan zullen wij draaien. Met dit motto ging ons landje bijna naar de haaien. Maar we maken ons geen zorgen, daar doen we niet aan mee. Want we zitten hier gezellig. We zitten hier, oké. Okay. Even wachten. Even je naam eruit pakken. Mijn naam eruit. Dan moet je even doen. Oh, we moeten. We moeten iets roepen. Ik mag niet iets van de Hans roepen. Jij moet gewoon je kaartje pakken. Ja, gewoon je eigen naam eruit, jongen. En als ik straks zeg van roept u maar, dan roep je allemaal. Roep je eigen thema. Oké. En dan bepalen wij wel. Wat je daarvan maakt. Oké. Kan ik het lezen zonder bril? Ja, het is groot genoeg. Het is groot genoeg. Alleen maar. Nee. Canada! Canada! Ze is weer eens in Holland. Zo heet ons landje daar. Ze hadden het in Canada wel lekker voor elkaar. Tot plotseling de zaken keerden. Het is een tere snaar. Dik kneep er tussenuit. Het is ongelooflijk, maar waar. Wij telen dimpen nu en schrijven en het kost niet veel poen. We kunnen op die afstand niet veel meer doen. Maar nu is ze bij ons. En ze doet er lekker mee. Dat vinden we gezellig. En dat vinden we oké. Okay. Jee! Roep u maar! 70! Edith! Haarnem! Nee, je begrijpt het niet! Je begrijpt het niet! Je begrijpt het niet! Hier! Afblondie! Roep u maar! 70! Ja! Aan wie moet ik nu denken? Wie is er zo gestoord? Wie rijdt er in de sneeuw rond? Heeft u dat soms gehoord? Het is Lex, die gekke gozer met die gekke oude brik. Terwijl hij voor zijn werk vaak een statuswagen pikt. Hij kan tenminste rijden en dat kan niet overal. Geen brandstof en geen wegen is toch heel vaak het geval. Maar wij zijn hier tevreden en we zitten er niet mee. We hebben het zelf. Oké, roept u mij. Arnhem. Ja, kleinkinderen. Dat is een heel fijn thema. Dat kan er goed mee door. Veel wordt er onbelangrijk. Kleinkinderen gaan voor. Drie zijn er al en binnenkort komt er weer eentje bij. Op alle drie de opa's staan als helden in de rij. De kids zijn voor de toekomst van wezenlijk belang. De AOW-discussie zal er volgen. Het veenwoord, de vergrijzing, is een groot schandaal. Ze moeten maar weer aan het werk, die oudjes allemaal. Maar als het even wil, dan maken wij dat niet meer mee. Want we zitten hier gezellig en we zitten hier gezellig. Is niets op deze wereld, weten we al lang. Maar ernaar blijven streven, ja hoor, ga gerust je gang. En als het ietsje minder is, zijn wij ook best tevreden. En we zitten hier gezellig, en we zitten hier. Oké, roept u maar! Eden! Ja, Eden! Ja, natuurlijk! Als ik het nog even gehoord, die moeder! In Ede regelt Marielle samen met Hakkul het werk in huis en tuin. En dat is geen flauwekul. Haar werk bij die computermuis neemt ze erg serieus. Eigenlijk heeft een wagenmaker geen enkele keus.
Met het programma op haar werk blijft ze in gevecht. En dat is een oorloglanden, daar vechten ze echt. Ze regelen het in die landen maar. Ze regelen het zelf maar. We hebben onze zaken hier toch netjes voor elkaar. Wij zitten hier dus goed en we zijn zeer tevreden. We zitten hier! Roptimer! 70! Bingo! Avontuur! Hij kan het goed, hè? Avontuur! Het zit Hans in de genen, die drang naar avontuur. Gelukkig zijn die landen heel ver weg en ook erg duur. Maar als er veel verdiend wordt, dan gaan de genen zoeken. En duurt het niet zo lang, want Hans die denkt alweer aan boeken. Opa's en oma's ongerust, maar luisteren? Wel nee, maar nu zitten we gezellig zonder zorg om ons heen. We gaan maar weer wat roepen. Doet u nog even mee? We zien hier! Steeds weer. Ik kijk wel of iedereen door kan. Doe maar, kan nog. Ja? Doe maar. Kan nog. Kom je ook een stukje op weg? Ja, dan moet je ook. Oh, maar het is een fietspad. Dan maakt het niet uit. Nee. Nou, maar gewoon hier langs rijden. Ja, nou tenminste. Ja. Die kan je ook nog op de belteren, maar. Ja, je hebt toch lekker geweest. Als je wordt schat, dan geef ik echt wel meer. Ik snap hier helemaal niks van. Wat zou ik nou eens met dat kind doen? Precies. Ja. Hier een pop. Kinderwagen, veel plezier. Waarom ga je niet met de voetballen dan? Ja. Nou, daarheen. Ja. Ik wou je zeggen. Niet hierheen. Ik ben al gezadig. Nee, maar voetbal jij wel. Hans zit al eens op de Ja, het is gewoon drama. Hij heeft net met een vlieger. Ja, ik heb met een vlieger. Maar ik heb met een gevoetbald en het is net zoals de Eerga. Ook al heeft ze voetbal gezeten. Ik denk dat ik beter kan voetballen dan jij, lieve schat. Dan jij. Dan jij fiets. Mag ik een rood wijntje? Dan mijn vies. Nee, dat mag niet. Ik heb tegen hem gebasketbald en hier de gasten bij jou staan. En dan begint het, dan gaat het bekje. Ja. Ja. Zet je? Kastjes, vlak voor je neus. En ik wil nog even melden dat mijn dochter niet kan voetballen. Natuurlijk wel. Maar we moeten ook even melden. Hou nou eens op, man. Dan beter laat je de beter laat begonnen. Zij schopt tegen haar eigen hak aan. Je moet ook even melden dat je het zelf ook niet kan.